Oké, jongens en meisjes. En Roos en Florien konden het niet laten om er ook even mee te spelen. Wat vinden jullie ervan, meiden? Leuk. Oké, nou toch. Dat is cool. Het station. Dag, jongens en meisjes. Vandaag hebben wij deze super gave majorette garage. Het is echt geweldig. Ik heb nog nooit zoiets gaafs gehad. En wat is nou zo leuk? Jullie kunnen niet alleen vandaag deze video gaan kijken hoe alles werkt en hoe we hem in elkaar zetten. Nee, ik ga hem ook weggeven. Jij kan hem winnen. En degene die deze garage wint, die krijgt hem persoonlijk van mij thuisgebracht. Dan kom ik bij jou thuis en ga ik hem aan jou zelf geven. Komen jullie snel kijken? Kom, gaan we snel aan de slag. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken. We hebben vandaag iets super gaafs, namelijk een mega grote parkeergarage. En dit is niet zomaar iets, moet je eens even kijken. Hieronder staat het ook, hè. Je kan 35 autootjes kan je er neerzetten. En hij heeft 7 verdiepingen. En wat is nou zo cool, hij maakt ook licht en geluid. Ja, super cool. En jongens en meisjes, er zitten zelfs 2 liften bij die op batterijen omhoog en naar beneden gaan. Echt super vet. Moet je eens even kijken. Hier zie je een paar auto's staan. Die zitten er gewoon in. Een gave sportauto's, politieauto, brandweerauto, ambulance. En zelfs een trein. En als het goed is, gaat die trein zelfs met batterijen zelf rijden. Zullen we de doos snel openmaken? Kom, gaan we snel kijken wat er allemaal in zit. Zo, eens even kijken jongens en meisjes. Wat een mega grote doos. Ja, dit kan ik natuurlijk niet opsturen naar de winnaar. Dus daarom kom ik deze persoonlijk bij jou thuis brengen. Waar je ook woont. Nederland of België, het maakt niet uit. Oh, kijk eens even jongens en meisjes. Deze achterkant, die had ik nog helemaal niet gezien. Moet je even kijken. Je kan hier gewoon met je vriendjes samen mee spelen. Kijk eens hoe groot die is. Let op. Wow, kijk eens even. Hier komt al iets uit. Hé, de trein. Oh ja, heel cool. Heb je wel eens zo'n grote speelgoeddoos gezien? Oh my god, kijk eens even. Wow, dit is echt mega. Super vet. Wow, hey. Kijk nou toch. En het houdt niet op. Hoho. Zo, kijk eens even. Allemaal mooie stickers die we zo op gaan plakken. Kijk even wat gaaf. En nog meer. Oké, jongens en meisjes. Ik knip even met mijn vingers. En dan is alles uit de doos. Komt-ie. 1, 2, 3. Zo. Alles is uit de doos, jongens en meisjes. Dan kunnen we nu gaan bouwen. En jullie weten het, hè? Vinden jullie deze video leuk? Vergeet dan niet op het duimpje te drukken hier onderaan de video, hè? Duimpje omhoog hier onderaan de video. Oké, jongens en meisjes, kijk eens even. Hier gaan 3 grote batterijen in. En dan kan zo al het gave spektakel beginnen. Ik moet nog een paar dingetjes bouwen. En dan gaan we racen, jongens en meisjes. En dan gaan we hier de brandweerkazerne opzetten. Die schuiven als het goed is zo hierin. Klik daar eentje. En deze hierachter. En dan dit hierin. Zo, kijk eens even. Die staat. En het treintje hierboven heb ik net 2 batterijtjes in gedaan. Alleen het klepje hoef je er maar achter te schroeven. Die gaat alvast hier staan. En jongens en meisjes, hij kan dus gaan rijden zo meteen, hè. Kijk, en hier ga ik nog even lekker stickers plakken. Ja, want dat is ook zo gaaf. Je kan zoveel gave stickers op deze set plakken. Hier nog even de stoplichten.
Oké, jongens en meisjes. Het moment is aangebroken. We gaan de autootjes laten rijden door de garage. Zijn jullie ook zo benieuwd? Hij gaat geluid maken, lichtjes gaan schijnen. Het wordt echt super gaaf. Kijk eens even. Deze autootjes zitten er al bij. Twee raceautootjes, een pick-up truck, politieauto, brandweerauto, ambulance. Super vet. Nou, hieronder draai ik ze gewoon even open. Kijk, en dan haal ik ze heel makkelijk eraf. Kijk, huppakee. Ik ga ze even losmaken en dan zet ik ze erin. Zo. Zet ik ze eerst even hier neer. Oké. Oh, ik ben zo benieuwd, jongens en meisjes. Oké, jongens en meisjes. We gaan de garage aanzetten en ik ga jullie laten zien wat die allemaal kan. Eerst de brandweerauto ga ik hier eens even bij de brandweerkazerne neerzetten. De ambulance zet ik daar ook bij. Oké, let op. De politieauto, die doe ik hier in dit klepje. En moeten jullie straks eens even kijken wat er gebeurt. Eens even kijken. Het treintje staat hier. Deze raceauto zet ik even hier neer, want die wil ik zo meteen met de lift omhoog laten gaan. Oké, kijk. Hier heb je een schakelaar. Als je die één keer in het midden zet, dan gaan er straks allemaal lichtjes en geluidjes aan als de auto's hier gaan rijden. Maar je kan nog een klikje verder doen. Kijk hier. En dan gaat de lift aan. En kijk eens even. Wat doet hij? Hij neemt de auto mee naar boven. Helemaal automatisch. Hoe vet is dat? Kijk nou toch. En daar komt hij. En dan kan je, als je wil, deze schuifjes open doen. Dan komt hij eruit rijden. Maar dat doen we nu nog niet. Ik laat hem eerst eens even helemaal naar boven gaan. Let op. Dan komt hij daar zo uit. Moet je kijken hoor. Kijk eens even. Daar is hij. Let op. Wow, daar gaat hij. Kijk even. En hij duwt zo de volgende erin. Kijk eens even. En die gaat nu in de lift. Maar wat ik dan wil doen, we laten hem niet helemaal naar boven gaan. Ik doe dit schuifje open hier. Let op, kijk, is hij open. En als het goed is, komt hij er hier dan uit. Kijk even, hoe vet is dat toch? Wauw, echt heel gaaf. Dan zet ik hem in het midden. Dan is de lift even uit. Dit autootje had ik net hier neergezet. Moet je eens even opletten. Ik ga deze hendel naar voren zetten. Dan gaat de lift draaien. Dan schuif ik het autootje erin en moet jullie eens opletten wat er gebeurt. Kijk eens even. Daar komt hij. Onder de parkeergarage door. Zo, super vet toch, jongens en meisjes. En daar komt hij weer hoor. Nog even een keer het belletje en de lichtjes. Jawel hoor. Oké, jongens en meisjes, en is het nu tijd om die gele auto eens even naar boven te brengen met de lift. En dan zometeen hier beneden te laten tanken en te wassen. Oké, ik doe dit knopje naar beneden, let op. Dan gaat hij draaien. Kijk, daar rolt hij uit zichzelf erin. En dan gaat hij naar boven. En daar gaat hij, daar race hij. Hoppa, oké. Ja, en dan pakken we de gele auto. En dat doe je ook gewoon met de hand, hè? Dan kan het ook gewoon. Laten we naar beneden racen. Kijk eens even. En dan komt hij aan bij het tankstation. Kijk, dan pakken we de benzineslang. Die doen we erin. Drukken we op dit knopje. En hij gaat tanken. Hey, wat grappig. En klaar is die. Drukken we hier nog even op. Zo. Heel goed. Wordt even een beetje nog gerepareerd. Banden vast. Heel goed. En dan kan die door naar de wasstraat. Kijk eens even. Ga hier maar staan. Kijk, let op. Kijk eens even, hierboven heb je twee wieltjes waar je aan kan draaien. En je draait hem er zo doorheen. Kijk eens even. Hé, hey, is dit niet leuk? En dan komt hij er hier weer uit. Kijk, en dan kan hij hier omhoog weer. Kan hij zo weer de garage in. En dan gaan we nog even naar de andere lift kijken. Moet je eens even opletten. Oké, we doen het knopje weer even aan. En de groene auto. Kijk even. Die ga
gaat hij weer zelf heen. Hoppakee, daar gaat hij. En dan gaat hij langs de vierde etage. En zo omhoog. Daar is die. Daar gaat hij. Langs de rode brug, daaronder. Kijk eens even, en dan is hij daar. Oké, jongens en meisjes, hij is nu bij de groene lift aangekomen. Deze hendel ga ik zo verschuiven, maar let op. Wat gaat hij doen? Hij gaat hier omhoog, hier langs. Dan gaat hij hier naar binnen. En waar komt hij dan uit? Hier uitgereden. Zullen we daar eens even gaan kijken? Komt hij? Oké. Komt hij? Ben je er klaar voor? Dan gaat hij. En daar komt hij zo. Ja, daar onderdoor. Let op, daar komt hij. Wow. Okay. Wow. Zo, heel cool. Daar gaat de ambulance. Oké, jongens en meisjes. Weet u nog dat ik hier een politieauto in heb gedaan? Let op, wat gaan we doen? Wij gaan weer met de groene raceauto. Die komt hier straks uit. Maar de groene raceauto komt er niet alleen uit. De politieauto schiet er ook uit. En als het goed is, gaat hij ook geluid maken. Want zien jullie dat knopje daar? Daarachter, als hij daar langs rijdt, gaat hij politiegeluid maken. Dus let op, hij moet weer even naar boven. Langs deze met de grote lift. Let op, daar komt hij eruit. Maar jongens en meisjes, dit is niet alles. Moet je eens even kijken. Dit is het politiebureau. Stel je nu voor, hè, dit wordt echt heel vet. Moet je opletten. Als hier nou een autootje naar het politiebureau rijdt. Kijk. Let op. Ik ga naar beneden. Oké, let op. We gaan deze blauwe auto, die gaan wij naar het benzinestation brengen. Dus let op, dan ga ik hem weer aandoen dat de lift gaat draaien. Kijk, doe je dus met dit knopje, hè. Zo. Komt ie. Gaat hij omhoog. Kijk, daar gaat hij. Kijk hem even gaan. Oké, kijk eens even. Daar is hij. Komt hij. Daar gaat hij. Ja. Hoppakee. Oh, nee. Hij moest naar. Hij moest naar het benzinestation. De andere kant op. Oké, kijk eens even. Doe ik deze open. Dan gaat hij eruit als het goed is. Zo. Doe hem even op pauze. Gaan we hem even pakken. Kom jij eens even hier. Want. Kijk, en ik heb natuurlijk nu hier een paar autootjes, jongens en meisjes. Maar stel je voor dat jij een vriendje of vriendinnetje hebt die ook zo'n autootje heeft. Die kan natuurlijk met jou samen spelen. En er is wel plek, moet je eens even kijken. Ja, je kan dit echt gaan sparen. Want jongens en meisjes, er zijn 35 parkeerplaatsen. Dus moet je even kijken hoeveel autootjes je hier neer kan zetten. Dit is toch cool, hè? Echt heel gaaf dit. Nou ja, en hier kan je dus eindeloos mee spelen met je vriendjes en vriendinnetjes. Super vet, hè? En jongens en meisjes, ik had natuurlijk ook nog beloofd om aan het einde van deze video de groetjes te doen. En je weet het, hè? Je kan deze dus winnen. Doe even het duimpje hieronder aan de video omhoog. Volg me op Instagram. En wie weet kom ik dit bij jou thuis brengen. Oké, gaan we nu de groetjes doen. Ik wil graag de groetjes doen aan Hamza van 5 jaar uit Amsterdam. Ariana Nasser van 3 jaar. Cas Suikerbuik van 4 jaar uit Den Dungen. En jongens en meisjes, Cas gaat dit weekend voor het eerst naar een kinderfeestje. Nou, heel veel plezier, Cas. Mats Kastelein van 4 jaar uit Groningen. Doris Mee van 4 jaar uit Dordrecht. George van 2 jaar uit Weesp. Zoe Barzilai van 3 jaar uit Uden. Lily en James van 3 jaar uit Huizen. Ian en Noy van der Ent. Ian is 7 jaar en jongens en meisjes, op 2 november wordt Ian 8 jaar. Alvast gefeliciteerd. En Noy is 6 jaar en ze komen uit Dordrecht. Lisette van bijna 4 jaar uit Stadskanaal. Jonne van 4 jaar uit Groningen. Deja van 7 jaar en Devin van 3 jaar uit Rotterdam Overschie. Heel leuk, wij wonen ook in Rotterdam. Angie van 5 jaar en Jordan van 3 jaar uit Hengelo.
Damon Lam van 12 jaar uit Arnhem, Nora Reus en jongens en meisjes, Nora is bijna jarig, die wordt 21 oktober 3 jaar. En Nora komt uit Horen. Alvast gefeliciteerd, Nora. Merel Braam en Eefje Braam. Merel is 6 jaar en Eefje is 3 jaar en ze komen uit Gorinchem. Saar van 6 jaar en Rick van 4 jaar uit Hoge Zwaluwe. Annabelle Blankenstein van 4 jaar uit Uithoren. Koen van 23 uit Dendermonde. En zijn neefjes vinden het ook altijd heel leuk om te kijken. En zijn neefjes heten Robbe en Lars. Nou, super aardig van jou, Koen. Simran Kariman van 2 jaar uit Diemen. En 26 november wordt Simran 3 jaar. Alvast gefeliciteerd. Joy van bijna 5 jaar uit Kerkrade. En jongens en meisjes, er zijn weer een hoop kinderen jarig. Want Joy wordt aanstaande maandag 5 jaar. Alvast gefeliciteerd, Joy, en een fijne verjaardag. Nina Slagman van 2 jaar uit Hengelo. Lucas van 5 jaar en Benjamin van 4 jaar uit Meppel. Lucas wil graag oma Veen de groetjes doen, want zijn oma is een beetje ziek. En opa Veen wil hij ook de groet aan doen. Hartstikke leuk hoor. Meerte van 4 jaar en Rafke van 2 jaar uit Toorn. Bo van 3 jaar en Jip van 7 weken uit Alphen aan de Rijn. En jongens en meisjes, Bo is de grote broer geworden van zijn zusje Jip. Nou, veel plezier Bo. En als laatste jongens en meisjes, Jason is vandaag 5 jaar geworden. Gefeliciteerd met je verjaardag, Jason. Ik hoop dat je deze video ook leuk vond en een hele fijne dag. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil je volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video via dat linkje jouw naam willen invullen. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Nou jongens en meisjes, dit was toch geweldig. Ik heb nog nooit zoiets groots uitgepakt. Echt super vet. Maar het allerleukste komt nog. Je hebt niet alleen deze video gekeken, maar je kan er zelf ook mee gaan spelen als jij hem wint. Dus wil je meedoen om hem te winnen? Vergeet niet een duimpje omhoog te doen hier onderaan de video. En volg me even op Instagram. En wie weet kom ik binnenkort wel naar jou toe om hem te brengen omdat jij hem hebt gewonnen. Nou jongens en meisjes, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!